dames en heren. Ik heet u hier van hartelijk welkom in de vesting Bourtange. Als u het Marktplein een beetje vrij wil maken, dan kunnen de heren straks demonstreren zoals ze vroeger gemarcheerd werd. Ook voor onze Duitse gisten. Bitte, mag dat Marktplatz maar vrij. Maar we kunnen nog steeds leden in onze club gebruiken. Dames en heren, de meeste soldaten of huurlingen konden niet lezen of schrijven. Dan konden ze de handelingen doen die de commandant op dat moment schreeuwde. Op wat? Huurspiesdra! Ik zou nog wat meer ruimte maken daar. Met rij links, marsje! Met rij links, marsje! Kom erin! Houd! Links, houd! Uw, spiesvel! Voor! Basje! Oh ja! Ik zou zo met die vork naar voren lopen. Kom erin! Hand! Ho! Heel goeie. Uw spies! Herstel! Want als de vijand van de andere kant kwam, dames en heren. En je zei van, kom op jongens, wat komen nou daar weer? Kom op! Basje! Dat hoorde ik. Ja. Wat deed jij nou met die man? Links! Ho! Oké, draaien! Kom erin! Ho! Echt van deze tijd. Links! Ho! Heb jij hem weer? Tijd met hem. Nee dan! Uw spies stil! Goed! Uw spies wel! Dan moet u zich bedenken, dames en heren. En uw! Verleerklip! En u hoort mij zeggen, dames en heren, geweer. U denkt van ja, maar dat is toch een sabel? En mochten ze op maat doorkomen, dan komt de man met zijn eigen rapier. De man eventueel nog van het paard afslaan. Maar, dames en heren, we hebben ook een musketier bij ons. Musketier, uittreden! Nu, zit er een bier voor laten. Musketier, ja. Ja. Houd uw schouder roer in. Rechterhand hoog houden, de linkerhand zeer klaar. Uw roer in de linkerhand wel houden. Uw pan open. Op uw pan boven doen. Pan toe doen. Pan afschep. Pan afklaar. Uw roer omdraaien. De linkerzijde zeker laat. Uw maten opdoen. Laden! Maat erop, jongen! Moet even geduld hebben, dames en heren! Laden! Op 42 commando's duurt even voordat zo'n wapen is geladen! Laat nog uitbrengen! Dat voor de vijand! Maar je moet zich voorstellen dat er dus ongeveer 200 van deze musketiers bij elkaar staan. Als de ene serie heeft geschoten, hebben de anderen het wapen inmiddels alweer geladen. Musket gereed te vuren, commandant. Op mijn commando. Ho, aan. Uw pan opent. Op
opgelet voor de oortjes, dames en heren. Oortjes. Zie. Dat is een keer nu. Over. En met een Rienetjes weekend, waar we gevechten nabootsen, hou je wel heel weinig leden over. Maar het laatste commando is dan dat men de kogel opdrukt. En wel houdt. Schiet! Wat? Wat? Dank u wel. Speech. Hoe was het?